Ik ben Manjelletjes, kinderontspancoach bij Op het Yogamatje. En ik ga twee ontspanoefeningen laten zien waarbij je zelf heel makkelijk kan ontspannen. De ene is een liggende oefening die je fijn voor het slapen gaan kan doen. En de andere is een zittende oefening die je bijvoorbeeld aan tafel kan doen als je onrustig bent. Of bijvoorbeeld in de klas als je merkt dat je niet zo goed kan stilzitten. Dan kan je deze oefening makkelijk zelf doen. De eerste oefening is liggend, dus je mag komen liggen op je rug. Maak je nek lang, strek hem wat van je weg en leg je handen naast je op de grond. Op een inademing til je dan je benen omhoog. Op een uitademing ga je met de F-klank door je mond uitademen en dan open je je benen. Adem lekker uit. Op een inademing breng je ze weer bij elkaar door je neus. Adem weer uit door je mond met de F. En adem weer in door je neus. En adem weer uit met de F. Je kan eventueel ook je handen op je buik leggen. Adem in. En adem uit. Adem in. En dan breng je op een uitademing je benen weer naar beneden. Voel nog even na. Je kan je ogen sluiten. Je merkt dat je buik langzaam omhoog gaat en je handen meeneemt. En voel je dan als je zo uitademt dat je wat meer rust in je lijf krijgt. Mag je komen zitten? En je kan in klimmerzit komen zitten. Of misschien wel in de hele lotus of de halve lotus, waarbij je je benen op, je voeten op je benen legt. De zittende oefening gaan we doen waarbij je het tafelblad voor je of het digibord bijvoorbeeld aan de muur gaat volgen met je ogen en je ademhaling. Dus ik ga met mijn vinger voordoen, maar je volgt met je ogen de korte kant als de inademing. Dan met de lange kant de uitademing, die is dus langer dan je inademing. En dan weer de korte kant op je inademing en de lange kant op je uitademing. We gaan weer inademen via de neus en uitademen met de F via de mond. Daar komt ie. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Adem in. En adem uit. Als het goed is, merk je dat je wat minder rust in je lichaam krijgt. Is dat niet zo, dan doe je misschien de uitademing nog te snel. Dan gaan we die nu verlengen. Dus je ademt in en langzamer uit. Adem in. Adem uit. Merk je verschil? Als je het nog ingewikkeld vindt hoe dat nou zit met die ademhaling en hoe je nou makkelijk een diepe ademhaling kan bereiken in je buik. Of is misschien het begrip adem voor jou nog een beetje abstract en zegt het je niet zoveel. Dan is het heel leuk kinderboek Sarah en het geheim van Vriendje Adem. Waarbij je Sarah op reis gaat met Vriendje Adem in het lichaam. En dan ga je ervaren hoe je makkelijk diep kan ademhalen en wat het met je doet. En dan wens ik je heel veel ontspanplezier.